Zo, ik heb net mijn kerstinkopen afgerond, dus de cadeautjes zijn klaar onder de kerstboom. Maar dat is niet wat jullie willen weten. Jullie willen graag de review zien van de JEC-adapter. De tussenringen, de macro tussenringen van 11 en 16 mm. Daarvoor ga ik naar buiten. Voor de rest kan ik best mijn schoenen aandoen. En we zijn naar buiten. Als je de vorige video bekeken hebt, dan heb je ook gezien wat de compatibele lenzen zijn. Dus je hebt een tabel van Fujifilm waarbij dat je kan zien met welke lens welke vergroting je kunt bekomen. En de 23mm lens die ik hier nu gemonteerd heb samen met de 16mm adapter, komt eigenlijk op een vergroting van 1 op 1. Dus daarmee ga ik even hier naar achter in de tuin op zoek naar wel dingen om te fotograferen. Ja, natuurlijk, momenteel is er niet zoveel. Het is winter, dus er zijn geen bloemen die ik kan fotograferen. Maar ik kan daar achteraan in de tuin wel die boom, de schors bijvoorbeeld, een foto van nemen, een detail van opnemen. Nu ben ik hier met de 23mm en de 16mm extensie al een aantal foto's aan het proberen maken. Ik kan de autofocus blijven gebruiken, dus dat is zeker al positief, dat werkt gewoon. En ik werk met een ISO-waarde van 800, de sluitertijd van een 30 van een seconde. En opening 4, dus niet zo'n heel kleine opening. Ik zal straks ook eens op opening 8 proberen. Maar ik zie als grootste nadeel dat ik met deze tussenringen ten eerste al veel licht verlies. Maar ook dat ik heel, heel dicht op mijn onderwerp moet fotograferen. Ik heb macro-lenzen van, van Nikon. En ik weet... Dat bij die echte macro lenzen dat je inderdaad dicht op je onderwerp moet komen, maar bij lange niet zo extreem dicht zoals in deze situatie. D dit is echt extreem. En dat kan zeker een nadeel zijn. Je verliest trouwens ook veel licht omdat de lens gewoon voor je onderwerp zit. De, de lens valt, of de schaduw van de lens valt op je onderwerp. Als we hier dan verder gaan, ik zal aan dit huisje hier ook proberen een van die knopen in beeld te brengen. Die knoop hier bijvoorbeeld. En dan zie je opnieuw, dus ik gebruik nu opening 8 en ik kom weer vrij dicht. Kijk, als we gaan kijken van opzij, ik sta echt praktisch tegen het hout. Ik heb de lens een klein beetje schuin geplaatst, gewoon omdat er anders totaal geen licht op het onderwerp valt. Hij ja, ziet aan de foto ook trouwens dat, er, uh, dat het een heel donkere foto geworden is. Het is een klein beetje onderbelicht. Voor de sfeer op zich kan dat nog wel werkbaar zijn. Maar er is vooral heel weinig licht, niet omdat ik weinig licht op de locatie heb, want ik ben nu buiten aan het werken, om de video te zien dat er licht genoeg is. Maar er is weinig licht omdat mijn lens zo dicht op het ontwerp zit. En laat ons nu ook eens uh, proberen of dat de 11mm lens op dat vlak beter is. Dus eigenlijk als je die adapters gebruikt, een tip die ik zou willen meegeven, dus ik heb eerder al laten zien bij de unboxing video, dat er wel wat foutjes zitten in bijvoorbeeld de afwerking van de verf maar ook um, de plastic uh, onderdelen er zitten wat restjes op. En eigenlijk uh, als tip zou ik willen meegeven van voordat je deze adapters gebruikt, ze eens goed na te lopen en eens goed te controleren op stukken die loszitten op uh, schelpers en zo en dat allemaal eraf te halen voordat je die op je lens of op je body plaatst. Want het laatste wat je wil is van die schelpers op je sensor. En ik heb nu dus die 11 mm adapter gemonteerd ondertussen, en dan zie je dat de werkafstand een klein beetje vergroot is. Dus, dit is al beter werkbaar, maar ik heb natuurlijk ook wel een minder hoge of grote vergrotingsfactor. Bij de 16 mm was dat 0,9, en ik geloof bij de 11 mm, ik zou het tabel er moeten op na nakijken, maar dat was iets van de 0,5. Dus eigenlijk eh, geen macro lens meer. Laat ons met deze adapter ook eens terug gaan naar de schors nog voor dat we afronden. Dan kan ik zien of dat ik daar ook opnieuw wat verder van het onderwerp kan gaan staan, wat meer licht op mijn onderwerp krijg en nog wat mooie foto's kan bekomen. En we zien inderdaad al snel dat we dus iets meer werkafstand hebben door gebruik te maken van die 11 mm tussenring in plaats van de 16 mm op de 23 mm lens. Maar het blijft wel vrij dicht bij, de, bij je onderwerp werken. En nu is de vergroting dus iets minder. Om samen te vatten, zou ik deze tussenringen aanraden. Ja, eigenlijk wel. Zeker de JEC-versie. Die dus voor 32,99 euro was het thuis geleverd worden. Heb je twee verschillende afstanden om mee te experimenteren. Oké, okay, toegeven de kwaliteit is niet Even goed als de Fujifilm varianten. Dus je moet een klein beetje opletten met de afwerking van de verf en dergelijke. Maar ik zou ze zeker aanraden voor uh, experimenteerwerk. Dat was het bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende video. Oké, okay, en blijkbaar is een van de honden ondertussen onder het afdak van het huisje gaan zitten. Ik heb dit huisje gemaakt voor mijn jongste dochter. Ze heeft er in de zomer wel een klein beetje mee gespeeld, maar niet zoveel als ik gehoopt heb. Kijk, ik ben blij dat toch uh, de honden gebruik van kunnen maken van het afdak.